Ja, weer een hagelnieuwe review op dit fantastische kanaal. Ben je trouwens al abonnee? Even doen en even liken die handel. Ik zit hier niet van Jan Roos. Enfin, ik wil alle donateurs ook bedanken op janroos.backme.org. Janroos.backme.org, de link staat hier onderin. En dan kan je me een paar eurotjes geven per maand om deze poepele gein te maken. Ik zou zeggen, waarom niet? Laten we even kijken wat Ahmed onder de doosje heeft verstopt. Laten we eens kijken wat hij heeft opgestuurd. Het is een zakje snoepies. Nou, hartstikke leuk. Het zijn jelly beans. Nou, dat zijn van die leuke kleine snoepies. Alleen hier staat heel groot caution op. Dus let op, waarschuwing. Contains weird and wild flavors. Het kon weer een keer niet normaal. Het ruikt ook al heel vreemd. Nou, dit zijn ze dan. Alle smaken en kleurtjes. Ik begrijp best wat hiervan de bedoeling is. Je neemt een beetje in je mond en dan moet je de smaak raden. En de ene is wat lekkerder dan de andere. Dus ik zou zeggen, let's go! Nou, ik begin met degene die het gevaarlijkste eruit ziet. Een soort boontje met verschillende stipjes. Gadverdamme. Zo, dat ging bijna mis. Ging zo over de jellybeen, bien maar mijn luchtpijp in. Ja. Dat was dead fish. Een dode vis jellybean. Hier eentje met blauwe vlekken. Gadverdamme. Het gekke is, het smaakt naar vieze was. En hoe kan iets naar vieze was smaken? Stinkende sokken. Stinky socks. Jongens, ik ben er klaar mee. Ik zit hier gewoon stinkende sokkensnoep te eten. Zwarte, dat zou je wel dood aan gaan. Bruin. Gaffen. Oh. Die dingen schieten godverdomme al in mijn luchtpijp. Bruin is hondenvoer. Ik had er net eentje. Wat heb ik opgezocht? Dirty dishwasher. Een snoepje wat naar vieze vaatwasser smaakt. Why? Why? Dan hebben we nog een groene. Meestal geen goed teken. God, zal me kraken. Ja. Oh, weer in mijn keel. Alsof je met je tong langs een afvoerputje gaat. Oh, het is snot. Ah, het is echt nog veel viezer. Zure melk. Laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Daar zijn we een beetje misselijk van. Hondenbrokken, stinksokken, vieze vaatwasser, dode vissen. Maar dit is natuurlijk ook niet om even lekker tijdens een filmpje op te snacken. Dit is natuurlijk gewoon een spelletje, neem ik aan, toch? Ik bedoel, het is niet te geloven smerig. Maar het is toch heel grappig om dan om de beurt een snoepje te moeten pakken. En dan erachter te komen dat het snoepje naar stinksokken smaakt. En daarom ga ik natuurlijk ook helemaal niet negatief zijn. Want het is al, kijk, er wordt al aangekondigd dat het smerig is. Het is gewoon onderdeel van een spelletje. En ik moet zeggen, het lijkt me heel erg leuk om dit te gaan doen met mijn kinderen. Dus dat ik gewoon, weet ik veel, dat ze blind iets moeten pakken. En dat ze dan moeten raden wat het is. Waarom niet? Hartstikke leuk. Dus het is natuurlijk niet tevreden, dus daarvoor krijg je geen goed cijfer. Maar voor het spelletje is het natuurlijk wel hartstikke leuk dat je je kind een snoepje geeft en dat hij bijna over zijn nek gaat. En dat je zegt, wat denk je wat het is, lieverd? Wat denk je wat het is? En dat hij zegt, oh nee, dat is niet papa. En dan zeg je, doorslikken, doorslikken, doorslikken. En dan uiteindelijk zeg je, ja, het smaakt naar onderbroek. En dan zeg je, goed, je krijgt een punt. Voor de smaak geef ik geen cijfer, want het is walgelijk. Voor het spelletje een idee. Die vind ik helemaal top. En die krijgt van mij een mooie 8.
Lekker, hoor. Niet lekker.